Yes, yes, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe mini-podcast. Wij gaan het in deze video eventjes hebben over Season X. En niet over Season 9, nee. We gaan het misschien hebben over Season 11. Maar laten we eventjes beginnen bij Season X. Season X is natuurlijk net begonnen. En jullie willen misschien onze mening, ook een beetje weten wat er gaat gebeuren. De storyline, we gaan het er allemaal over hebben. Maar eerst eventjes de vraag, hoe is Season X tot nu toe en wat vinden we er een beetje van? Ja, wat vinden we ervan? Nou, ik heb een aantal dingetjes. Wat vinden we bijvoorbeeld van de Battle Pass? Ik vind de Battle Pass misschien wel het beste van dit seizoen. Want bij die Battle Pass zitten er natuurlijk hele vette skins. Misschien wel de vetste skins. Ik denk dat ik durf te zeggen, de vetste skins ooit in een Battle Pass. Al helemaal in tier 100. De tier 100 is super vet. Is wel vet, ja. En ja, ik vind het heel vet dat ze skins terug hebben gebracht. Dus ze hebben oude skins gepakt, bijvoorbeeld de Drift skin. En die hebben ze in een nieuw jasje gestoken en teruggebracht in de game. Dus heel die slim. Die vrouwelijke is zo vet. Voornamelijk als je de witte variant hebt geunlocked. Die is zo gruwelijk. Echt. Dat is echt inderdaad heel erg vet aan de Battle Pass. Ja, de skins zijn tof. Eigenlijk is alles wel tof. Ik had misschien wat meer tryhard skins gehoopt. Er zit wel trouwens één tryhard skin in. Okay. Ik ben nu van de tryhard. Ja, die vrouwelijke die unlocked op tier 70. I don't know. Oké. Ik weet het eerlijk gezegd. Ik weet niet wanneer je dat unlockt. Want wij hebben gewoon beide tier 100 gekocht. Dat klopt. Ja, dus ik weet niet wanneer je dingen unlockt. Maar in ieder geval super tof natuurlijk de Battle Pass. Wat is nog meer tof aan Season X? De map changes, denk map ik. Changes. Ik vind de map changes. Ja, op het eerste ogenblik als je de map zag, dacht je van, is dit het? Ja. Ik zie niks. Maar als je dan op een gegeven moment in de game komt, en al helemaal nu met dat Tilted Town, is het toch wel heel erg vet. Op dat Tilted Town kom ik zo meteen nog wel even terug. Maar voor de rest, bijvoorbeeld die meteoriet. Hoe vet is dat? Ik had dat persoonlijk niet verwacht, dat dat erin zou komen. Nee. Dat vind ik een hele vette map change. Daarnaast dat ze natuurlijk Dusty Depot terug hebben gebracht, is een hele vette plek. Ik ga daar legit nog wel eens naartoe, omdat ik dat gewoon nostalgisch vind. En factories. Dat vind ik heel vet. En de wekelijkse map veranderingen. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Dat is heel erg vet. Daar ben ik heel erg hyped voor. En missions. Missions. Eindelijk iets nieuws dan weekly challenges. Dat is natuurlijk veel beter. Iedereen werd gek van de weekly challenges. En vorig seizoen hadden we er niks aan, hè? Seizoen 9 hadden we bijna niks aan die weekly challenges. Omdat je daar niet zoveel meer mee kon. Je had toen de Fort Bites. Je kon er wel tiers omhoog mee gaan. That's it. Meer kon je er niet mee. Eerder kon je er ook nog dingen mee unlocken zoals een skin, maar dat kon niet meer. En nu krijg je dus iedere week nieuwe missions. Zelfs twee nieuwe missions iedere week. En dan krijg je gratis items bij. Vaak wel 4 gratis items per week. En dat zijn ook nog hele vette items. Namelijk bijvoorbeeld skin aanpassingen, zeg maar. Varianten, andere varianten. Backblinks. Allemaal toffe dingen inderdaad. Maar dat is niet eens het enige. Namelijk wat ook super tof is, is de Brood. Grapje. De Brood is Wat wil je doen? De Brood is het meest vreselijke. Serieus. Het is het meest vreselijke ooit. En iedereen weet nu dat Fortnite het expres erin heeft gedaan ter promotie van de game. Iedereen heeft het erover. En dat hebben ze goed gedaan. Maar op dit moment wordt het zo vervelend dat ik serieus gewoon af en toe gewoon de game afsluit. Omdat je weer doodgaat door een Brood. De Brood is zo'n naar ding. Ja. Ik weet niet waarom ze het nog erin hebben. Sommigen zeggen, haal het uit de arena en toen haal het uit de hele game. Letterlijk uit de hele game. Het is shit. Het is zo trash. Het enige wat er chill aan is, is wanneer er zelf in zit. Want dat ding is zo OP. Ja. Slaat helemaal nergens op. Materials, je hebt gelijk max materials. Je hebt gelijk kills, want je weet gewoon, niemand kan die tegenop bouwen. Niemand, nee, het is gewoon trash. Het is heel kut. Het is dat heel was eventjes kut. Mijn rant. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik wilde zo meteen even op terugkomen, want we gaan later in de video ook nog hebben over wat we verwachten in de toekomst. En dan heb ik nog wel een goed verhaaltje over de Brood, wat ik daarvan verwacht. Maar ik vind de Brood net zo kut als dat jij dat vindt. Ja, en we vergeten eigenlijk nog één ding. Nou, vertel. En dat heeft nog te maken met de map change. Ja, we hebben wel, nu ja. namelijk Tilted Town. Tilted Town. Nog eventjes terug naar de map change. Wat vinden we van Tilted Town? Ik vind het zo'n geniaal concept. Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Okay. Maar ik vind het dat je niet kan bouwen. Oké, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van waarom zit dat erin? En sommige mensen zullen waarschijnlijk ook bang zijn dat we steeds meer van dat soort plekken gaan krijgen totdat we helemaal niet meer kunnen bouwen. Mm-hmm. Ik denk het niet. Maar ik vind het wel heel erg vet. Het geeft een compleet nieuwe sfeer. En ik vind de snelheid van Fortnite best wel vet als je niet kan bouwen. Want ik heb nou een aantal solo's gedaan en daar ook geland. En ik maak daar gewoon best veel kills omdat ik ben niet zo goed in bouwen. Laten we heel eerlijk zijn. Ik ben niet de beste in bouwen. Maar ik ben
ben wel goed in schieten blijkbaar. Want sommige mensen zijn gewoon makkelijker om te killen als ze niet kunnen bouwen. Dus ik vind het een hele vette plek. En al helemaal met die exclusieve items. Wat vind jij ervan? Ik vind het echt een rukplek. Echt, omdat je niet kan bouwen. Like, ja, ik snap het. For real. Like, voornamelijk als je ook kijkt bijvoorbeeld naar arenas, tournaments en zo op hoog niveau. Dat je bijvoorbeeld een stream kijkt van Booga of TFU. Die gasten die... Het gaat daarom het bouwen. Bouwen is letterlijk Fortnite. Mm-hmm. Just build, weet je? Maar dat kan daar niet. Dat is gewoon echt, als daar de zone overheen gaat, is iedereen fucked. Het is gewoon echt een rot plek dan. Misschien een grappige plek inderdaad. Leuk dat ze iets anders gaat doen. Maar het mag heel erg snel weer eigenlijk terug naar Nio. Wat zou je bijvoorbeeld vinden van het concept als het na een x-aantal zones, of na zone 3 bijvoorbeeld, dat die zone weggaat en dat je wel weer kan bouwen. Dus dat je dat alleen zou wel het begin leuk van de game zijn. Hebt. Dan heb je het probleem wel opgelost. Wat wel leuk is aan die zone, is dat je aparte wapens daar kan vinden. Dat is wel een leuke toevoeging. Ook al zijn het shitwapens vaak, maar dat maakt niet uit. Het is in ieder geval een leuke toevoeging dat ze dat hebben gedaan. Stel je voor... Zeppatron. Ik wou net zeggen dat je in de Greasy Grove terugkomt en Zeppatron ligt daar. Hoe vet zou voor dat zijn? Speciaal voor de Brood om die uit te schakelen. Alright, dat is het enige nog. Laten we dit stukje afsluiten. Wat vind jij van seizoen X tot nu toe? Geef het een cijfer. Ja, we zijn nog maar 2 weken bezig. Maar toch wil ik een cijfer horen. Toch een cijfer. Ik geef het een 6. En dat komt puur door de Brood. Anders gaf ik het waarschijnlijk een 8,5 à 9. Serieus, zo erg is de Brood. Ja, ik denk dat ik het met je eens moet zijn. 6,5, 6, zoiets. Net te voldoende. Dat komt omdat het nog wel enigszins playable is als er niet veel broods zijn. Maar als je eenmaal een brood tegenover je hebt staan, dan is het klaar. Het is klaar. Dan kan je net zo goed stoppen. Voornamelijk iemand die een beetje goed is ook met de brood. Niet te doen. Oké, laten we daarover ophouden. Laten we even naar iets leuks gaan, namelijk de storyline. Laat ik eerst even snel uitleggen wat de storyline is. Ik heb daar een heel verhaal omheen bedacht. Oké, binnen 2 woorden, storyline. Nee, dat kan niet. Ik zal het heel kort uitleggen. Er is een meteoriet gekomen. In die meteoriet, daar zit natuurlijk de Visitor in. Die Visitor, die heeft een rift gebouwd. Die rift, die heeft Tilted Town per ongeluk ingespeld. Maar de reden dat die rift nu ook daar is, is om uiteindelijk het raket terug te krijgen. Dat is mijn theorie. En ja, ik ben best wel hyped. Ik vind het een hele solide theorie, want heel veel dingen die kloppen ook. Ik heb daar een hele video over gemaakt. Klik even op het i'tje voor die video. Maar dat is eigenlijk de hele theorie en de hele storyline, denk ik. Wat vind jij daarvan? Ja, kijk, het is inderdaad een theorie. Maar of de storyline daadwerkelijk zo gaat zijn, dat is nog de vraag. Dat is de vraag. Maar op dit moment is de storyline nog heel vaag. En ja, kan ik er vrij weinig uit opmaken. Tuurlijk, je kunt inderdaad een theorie eromheen bedenken. En de theorie is redelijk solid. Ik ben hyped voor de theorie. Hij is redelijk solid inderdaad. Maar het verhaallijn op dit moment, wat er is, is nog een beetje vaag. Laten we eerlijk zijn. Het is vaag, maar wel vet. Het is zeker meteoriet... het is wel vet inderdaad. Maar er moet wel meer gebeuren. En dat komt waarschijnlijk... daar gaan we achterkomen bij de 10.10 update. Dat sowieso. We sowieso meer weten. Nieuwe files, et cetera, et cetera. Maar, oké. We hebben nu 2 weken gehad. Wat kunnen we in de komende 8 weken nog verwachten van Season X? Laten we beginnen met het meest obvious. Broodnerf? Ik zou hier nog op terugkomen, want laten we eens gaan kijken vanuit het oogpunt van Epic Games. Ik kan het mooi uitleggen. De Brood wordt gebruikt als marketingstrategie. Ja. Ik heb het eerder aangegeven in een video. Eerst doen ze een super OP item erin, dus de Brood. Daarna nerven ze een klein beetje, wat toevallig gaat gebeuren in Arena. Ja. Dat is wel een beetje jammer. Namelijk minder Broods worden daar ingespand. Mm-hmm. En dan gaat natuurlijk de community zeggen van, oh, goed bezig Epic Games. Terwijl ze de hele tijd echt kut bezig waren. Ja. En daarna gaan ze nog een stapje nerven. Is iedereen nog blijer? En uiteindelijk gaan ze een vault en dan is iedereen weer helemaal happy. Ja, dus eerst dikke raid. En daarna weer helemaal happy. En dan blijven ze constant Fortnite aanhalen. Dan blijft Fortnite constant in de picture staan. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Dus inderdaad, in de toekomst gaat de Brood nog een keer genuf worden. En uiteindelijk wordt hij gevald. Vrij zeker. Ja, ik zie daar er wel ongeveer zo in. Maar ik denk alleen niet dat die vault gaat gebeuren in Season X nog. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk, want het is zo gemarket op Season X. Season X is de Brood. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat is de hele reden, of niet de hele reden waarom Season X er is, maar
Maar zo hebben ze het wel gemaakt. Dus de kans is heel klein dat hij weggaat in Seizoen X. Of in Seizoen, ja, nog in Seizoen X. Ja. Gewoon puur om die reden. Dat hij in Seizoen 11 weggaat, 99% zeker. Weet ja, ik, een beetje hetzelfde als de baller. De baller zat er ook een tijd lang in. Het vliegtuig bijvoorbeeld. Die was ook had heel veel backlash. Niet zoveel als de Brood trouwens. Maar had wel heel veel backlash. Maar is uiteindelijk pas in Seizoen 8 weggehaald. Ja. Dus ik verwacht dat hij gewoon misschien kapot genurfd gaat worden. Ik verwacht dat hij in het eind van het seizoen lang niet zo sterk is als nu. Klopt. Maar voor wat we nu weten wat er genurfd gaat worden, is dat echt heel erg weinig. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er iets onaangekondigd gaat gebeuren in de volgende update. Ja, en over de volgende update gesproken. We gaan elke update waarschijnlijk een map change krijgen. Damn, dat is wel heel erg vet hoor. Dus weer eventjes terug naar de map changes. We hebben nu Tilda Town gekregen. De volgende locatie, wat gaat het worden? Dusty of ik weet iets het anders? Niet. Het zou van alles kunnen zijn. Het zou bijvoorbeeld ook Greasy Grove Dusty, kunnen zijn. Ja, het zou natuurlijk alles kunnen zijn in principe. Mm-hmm. Maar het ligt er helemaal een beetje aan waar ze natuurlijk ook zo'n apparaat neerzetten waar uiteindelijk een dome terechtkomt. En die locatie gaat waarschijnlijk aangepast worden. Wat we weten is dat Loot Lake aangepast gaat worden. Dusty wordt aangepast. De shopping mall wordt misschien wel aangepast. Je hebt zoveel locaties die kunnen worden aangepast. Right. En dat is afwachten. Dat is gewoon afwachten. Stel Dusty komt terug. Wat voor exclusieve wapens, of die gaan we dan waarschijnlijk ook krijgen. Wat bedoel je Dusty komt terug? Dusty. Stel Greasy komt terug. Welke wapens komen er daar dan bij? Verzin er eens drie. Shit. Ik hoop Zeppetron. Gewoon puur voor de troll. Ja, tuurlijk. Voor de troll. Gewoon de Zeppetron. En die enkel en alleen gemikt kan worden op de Brood. Klaar. Gewoon ja, klaar. Dat hij de Brood one-shot. Ja, hoe vet zou dat zijn? Ja, alsjeblieft, doe dat. Dat zou leuk zijn. Of dat er wapens komen op de battlebus en dat die ze gewoon al uit de lucht knalt voordat ze überhaupt kunnen landen. Ja, ja, dat zou ik wel heel vet vinden. Dat zou wel leuk zijn. Misschien dat de SMG terug moet komen, vind ik ook wel vet. Nee, ja, tactical SMG. Ja, ja die tactical ja, kleine. Ja, leuk wapen, die was ook in, die is ook gezien in natuurlijk de trailer, dus de kans is best wel groot. Oeh, inderdaad. Dus, wie weet. Maar sowieso oude dingen gaan terugkomen. Dat is één ding wat ik sowieso verwacht over Season X. Maar ook hele nieuwe dingen, want het is Twisting Time of zo, of Time Twist of zo. Dus dat betekent dat het beide kanten op kan gaan. Ja, ja we moeten het zien. Nogmaals, we moeten even wachten totdat we daar meer van weten. Maar gaat in ieder geval dingen gaan veranderen. Dat dinsdag of woensdag is waarschijnlijk ook de 10.10 update. Dan weten we sowieso meer. Ja, sowieso. We gaan dan wat we nog meer gaan krijgen zijn natuurlijk gratis items. Gratis items, fucking reken het uit. We krijgen gemiddeld zo'n 4 gratis items alleen al van de missions per week. Ja. 10 weken, 40 gratis items die je kan unlocken. Hoe en vet. Ook, denk ik, heel erg veel samenwerkingen met challenges en gewoon andere dingen. Waarschijnlijk ook bepaalde, feestdagen of zo, waar ze iets mee gaan doen qua challenges en zo. Er zitten altijd gratis items tussen. Dus dat is sowieso chill. Dat is eigenlijk ieder seizoen wel. Dus gratis items kunnen we sowieso weer verwachten. Verwacht we houden jullie veel. Up-to-date in de ochtendvideo. Abonneer met dat belletje, zal ik zeggen. Sowieso. Nou, laten we dan doorgaan naar het laatste onderwerpje in deze video, namelijk... Kunnen we wat zeggen over Seizoen 11? Nee. Nee? Oké, nou dan was dit het einde. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond u deze video nou super tof? Drop dan zeker even de like. Abonneer op de Vulgvraag met het belletje aan. Klik ook eventjes op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!